als ik vanavond een verhaal moet uitkiezen, kies ik David en Goliath. Dat is zo'n heerlijk verhaal. De naam Magnus van mijn zoon betekent groot, maar hij is eigenlijk vrij klein voor zijn leeftijd. Dus dat je dan ook als je klein bent toch een held kan worden en de reus kan verslaan, dat vind ik een inspirerend verhaal om voor te lezen. Je bent maar een kleine herdersjongen, zei de koning. Goliath is een enorme strijder, hoe kun je nou tegen hem vechten? En dan zegt hij, God zal mij helpen. Eigenlijk een beetje zoals mijn zoon ook zegt, ja, God, ja hoor, die bestaat gewoon. Dat weet ik al mijn hele leven. Denk ik, welk mysterie heb jij aangeraakt? Waar komt die overtuiging vandaan? Dat weet ik niet. Dat is gewoon zo voor hem. Dat vind ik echt tof. Maar dat raakt me echt, ja. Omdat ik zie aan mijn dappere zoon en aan al die mensen die wel geloven hoeveel troost het kan bieden en hoe mooi het kan zijn. Ik heb dat niet.